Hallo en welkom weer bij een nieuwe videoles van Fouwerte. Ik ben Jan Willem en deze keer gaan we kijken naar het tekenen van een gelijkbenige driehoek. Dat is een driehoek waarbij alle zijden even lang zijn met behulp van de passer. Nou, hoe doen we dat? We kiezen eerst een lengte uit. Bijvoorbeeld, stel je voor ik wil een gelijkbenige driehoek hebben van 4 lang. Dan zet ik de passer neer en dan teken ik als eerste maar eens een halve cirkel met een straal van 4. Dan ga ik daarna naar een willekeurig punt op die cirkel. En daar zet ik de passer weer netjes op neer. En dan teken ik weer een cirkel met een straal van 4. En nu pas ik de lengte van de passer niet aan, maar ik zet gewoon mijn passer alleen maar neer op het kruispunt van de twee punten die ik net heb gevonden. En ik teken weer een halve cirkel. En ik heb nu hier een heel leuk tekentje gemaakt, maar het belangrijkste is: ik heb hier 1, 2, 3 kruispunten van alle lijnen en ze hebben allemaal een radius van 4. Maar als ik dit nu aan elkaar ga verbinden, dan moet deze lengte, en dat kun je hier op de passer ook aflezen, exact 4 lang zijn. Dan moet deze lengte van kruispunt naar kruispunt exact 4 lang zijn. En dan moet de laatste lengte van kruispunt naar kruispunt ook weer exact 4 lang zijn. En omdat dit nu 4 bij 4 bij 4 is, hebben we een perfecte gelijkzijdige driehoek getekend. Ik ben Jan-Willem van voorberta.nl. Ik hoop dat je iets aan deze mooie uitleg gehad hebt. Kijk ook eens op www.voorbertha.nl voor meer informatie over bijlessen. Um, kijk op free-academy. Aan het begin en het eind van de video wordt als het goed is het logootje vertoond. Voor meer informatie over al deze videolessen. En abonneer je natuurlijk op mijn kanaal als je denkt dat je hier wat aan hebt, want dan word je wekelijks met 5 tot 50 filmpjes doodgespamd. Bedankt voor het kijken en tot een volgende keer!